Dit is Koinonia Bijbelstudie. Dit is Koinonia Bijbelstudie met het gezang van de week, en dat is deze week opnieuw een lied uit de adventstijd. Gezang 129 met de titel Geen kracht meer om te leven. Maar zoals we zullen zien gaat het eigenlijk om het tweede deel van dat gezang. En dat is in zijn eentje het zesde couplet. Gebaseerd op het Rorate Coeli, het grote Latijns mislied van de vierde advent. Rorate, rorate celi de super. Latijnse tekst dus in gebruik in de mis van de vierde advent. En ja, die tekst die heeft een refrein. Rorate celi de super et nubes pluant justum. Oftewel, daut hemelen van boven. Gij wolken beregende de rechtvaardige. En daar vinden we een aantal coupletten. Het ne irascaris domine, wees niet langer vertorend, o Heer, denk niet langer aan onze zonde. Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden, Sion is tot woestijn geworden, Jeruzalem is verdord, het huis van uw heiliging en uw heerlijkheid, waar onze vaderen u geprezen hebben. En dan weer het refrein, rorate celi de super, et nubes pluant justum, daut hemelen van boven, gij wolken beregenen de rechtvaardige. In gezang 129 hebben we maar een heel klein deel van dit gezang. En wel in de vertaling van Willem Barnard. Het zesde couplet, gebaseerd op Jesaja 45, luidt als volgt. Gij hemel vast besloten,
Gij wolken zwaar en grijs, geef heden uit den hoge uw volk rechtvaardigheid. Als dauw die na de nacht omlaag daalt allerwegen, als hemelhoge regen die alles vruchtbaar maakt. Een vrije weergave dus en een gezang op een melodie uiteindelijk van Johan Kruger, 1653 wordt de datum daarvan geschat. Maar dan is er dus maar heel weinig overgebleven van dit geweldige gezang. Laten we eerst maar eens even luisteren naar de versie van Kruger. En ik dacht dat dat dit koraal zou kunnen zijn. Het is immers getoonzet op een lied dat Johan Kruger schreef op een hele andere tekst. Namelijk op het lied Zieh ein zu deinen Toren. Wel gezongen hier op zondag Rogate. Oldenburg, het koraal Zieh ein zu deinen Toren. Dat is ongeveer de melodie van gezang 129. Gezang 129 in mijn beleving is nou een heel echt adventslied. Is eigenlijk alleen maar de constatering van de vervallenheid en de duisternis in onze wereld. En dan het diepe verlangen naar verlossing en de smeekbeden om verlossing in de richting van de Heere God. Geen kracht meer om te leven, geen licht om op te staan. De stad van onze vrede, de stad van Gods bestaan is kinderloos alleen. Berooid, beroofd, verlaten. De wanhoop in haar straten, de winter om haar heen. Je hebt een stevig hart nodig om dat te kunnen zingen in de adventstijd. Maar het is passend dat dat uitgerekend de vierde adventszondag gaat beheersen. En daar vind ik dit lied dan ook heel erg geschikt voor. Juist in het diepste van onze duisternis komt Gods licht. Juist in de diepte van onze wanhoop komt Hij die de hoop zelf is. En als wij alleen maar kunnen zingen, zoals in het tweede couplet, de dood is overal, het licht is uitgestorven, dan komt hij. Maar we moeten nog even op hem wachten. Aanzie al die ellende, hoe wij zijn opgejaagd, en zend wie gij zoudt zenden die alle zonden draagt. Hij wordt nog niet genoemd.
Wel, laat van de steenwoestijn tot aan de berg des Heren het lam alom regeren, de aarde aarde zijn. Maar waar is dat lam? Waar is dat lam? Dat is nog niet zo makkelijk te zeggen in die vierde advent. Dan kan het licht van de kerstnacht des te sterker gaan schijnen als we eenmaal in de kerstnacht belanden. Als je kijkt naar de liederen die op YouTube toegankelijk zijn, dan valt het op dat er geen Nederlandse uitvoering is, althans niet op YouTube, van gezang 129. Het is blijkbaar niet een heel erg populair lied. Het wordt niet regelmatig opgegeven en gezongen. In plaats daarvan wat andere muziek, maar nu van het Rorate Celi. Hier de editie, de uitvoering van Schütz, een andere componist dus, van het concerto vocale nu, Rorate Celi van Schütz. Ik wilde nog twee edities laten horen, twee versies laten horen, moet ik zeggen, van het Rorate Celi. Dit was dus de versie van Schütz. Dan is het ook nog een keer uit de 9 adventsmotetten van Reinberger, opus 176 van Reinberger, is dit het 7e motet. En ook dat is Rorate Celi.
Teksten zoals deze, geen kracht meer om te leven, eerste couplet. Wees langer niet verbolgen in deze laatste tijd, tweede couplet. We zijn als een onreine, een afgevallen blad, derde couplet. Aanzie al die ellende, hoe wij zijn opgejaagd, vierde couplet. En tenslotte dat vijfde couplet. De vrede gaat verloren, o hemel, sta ons bij. Wordt gij weerom geboren, spreekt God en hoort nabij. Ik ben uw Heer. Nou, als ik nou een quizvraag zou uitschrijven en ik zou zeggen, op grond van de teksten die ik nu heb voorgelezen, raad eens of dit lied in het nieuwe liedboek voorkomt, ja of nee. En als u nou even op pauze drukt, dan kunt u daar een paar minuten over nadenken. Wat zou het zijn? Is dit lied overgenomen of niet? Ja, hebt u besloten wat u denkt? Het lied is uiteraard niet aanwezig in het nieuwe liedboek. Er is een goede en een slechte reden voor. De goede reden zal zijn dat het lied weinig populariteit geniet. En dat blijkt ook daaruit dat je het op YouTube niet vindt. Want bijna elk lied dat ooit ergens in een kerk is opgegeven om te zingen, dat is wel een keer op YouTube beland. Dan is het maar om de koren te helpen met het instuderen van dat lied. Maar een tweede reden, en dat vind ik dan weer een slechte reden, dat is de taal en de sfeer van dit adventslied. Waarin het zo nadrukkelijk gaat over onze wanhoop en ellende. Ja, daar willen we tegenwoordig in de kerk niet zoveel meer van weten. We willen leuke liedjes zingen. Dit is bepaald geen leuk lied. Al is dat vijfde couplet toch heel geschikt. Ik laat in deze tijden vrede op aarde neer. En is dat zesde couplet prachtig bijbels. Jesaja 45 zit daar helemaal in. Maar ja, dat schijnt ook niet zo'n belangrijk factor te zijn. Het zou ook nog aan de melodie kunnen liggen. Maar eigenlijk, hij is heel eenvoudig te zingen, lijkt mij zo. Dus ook dat kan geen reden zijn. In ieder geval is het jammer dat het ontbreekt. Ook als je hier aan denkt dat in Lutherse diensten het zo prachtig zou zijn geweest om op zondag Rorate toch nog een lied te laten zingen wat enig verband heeft met het Rorate Cheli dat bij deze zondag hoort. Als we nog eens even kijken naar de oorspronkelijke tekst van het Rorate Cheli. Ik heb al voorgelezen de vertaling van dat eerste couplet. Wees niet langer vertorend, o Heer. Maar dan het tweede. Peccavimus, het factissimus, dan kwam in mundus nos. We hebben gezondigd en zijn onrein geworden. En zijn ter aarde gevallen als een blad. En onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen. U hebt uw aangezicht verborgen voor ons en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld. Ik denk dat toch dat heel mooi past bij het derde couplet van gezang 129. We zijn als een onreine, een afgevallen blad. De wind doet ons verdwijnen, enzovoort. Het staat er sterker, vind ik, in de oorspronkelijke tekst. Maar Willem Barnard heeft er toch voor elkaar gekregen om dat in de versie te bewaren. Dan het vierde couplet. Fide domine afflictionem populi tui, et mitte quae misurus es. Aanschouw, Heere, de droefheid van uw volk, en zend ons degene die u zenden wil. Zend het lam, de heerser van de aarde, van de rotsen der woestijn tot de berg van de dochter van Sion, opdat hij het juk van onze knechting wegneemt. Nou, denk dan aan het vierde couplet. Aanzie al die ellende, hoe wij zijn opgejaagd. En zend wie gij zoudt zenden. En zend ons degene die u zenden wil. Die alle zonden draagt. Het lam dus. Laat van de steenwoestijn tot aan de berg des Heren het lam alom regeren. De aarde, aarde zijn. Ja, de aarde, aarde zijn vind ik dan weer een wat moderne wending. Maar wat moest die anders? Vierde en laatste couplet. Consolamini, consolamini populum meus, cito veniet salus tua. Gij zult getroost worden mijn volk, spoedig zal uw heil komen. Waarom verliest u zich in verdriet, terwijl dit juist uw smart verdiept heeft? Vrees niet, ik zal u redden, want ik ben de Heer uw God, de Heilige van Israël, uw Verlosser.
En dan maakte Willem Barnard van: de vrede gaat verloren, o hemel, sta ons bij. Wordt gij weer omgeboren, spreekt God, en hoort naar mij. Ik ben, uw Heer, uw Vader, uw Bevrijder. Ik laat in deze tijden vrede op aarde neer. En het refrein, duwt hemelen van boven, geen wolken beregenen de rechtvaardigen. Dat is in de versie van Barnard dus gewoon het zesde couplet geworden. Geen hemel vastbesloten, geen wolken zwaar en grijs. Geeft heden uit een hoge uw volk rechtvaardigheid. Als dauw die na de nacht omlaag daalt aller wegen, als hemelhoge regen die alles vruchtbaar maakt. Het refrein van twee regels is op die wijze dus een couplet geworden van 8 regels. En dat heeft tot gevolg dat er niet zo krachtig en vlot een gedachtegang in te ontdekken valt, maar het is wat breder uitgemeten, een en dezelfde gedachte. En laat dauw neerdalen, waarin de verlossing ligt. Toch een prachtig lied. Ik heb nog 1 versie om even te laten horen. En die vond ik op YouTube. Rorate Celi de Super. Orgel en zangstem. En die wilde ik nog laten horen tenslotte. Dank voor het luisteren tot zover. En fijne advent. Goede kerst als we elkaar niet meer spreken. Maar in ieder geval graag tot de volgende keer. Sanctificationis